En is het laatste tikje gegeven dus door Vilena. Het begint bij Boetius die daar knap wegdraait. Dan komt die aanval een beetje gelukkig tot stand. Maar is het Berghuis die afrondt en dan zit hij er al in. Dan is die bal al over de lijn. Maar Vilena, dat moet je natuurlijk doen in zo'n situatie. Vol voor de bal gaan. Want dan heb je geen discussie meer. Maar uiteindelijk was die uithaal van Berghuis dus al doeltreffend. En zo begint het zo langzamerhand een kopie te worden van die wedstrijd van vorig jaar in dit stadion. Het begint daar met het balverlies, het wegglijden. Larsson neemt over en gaat dan vervolgens beginnen aan een heerlijke dribbel. En een mooie uithaal. Omdat de afleiding verzorgd wordt, de loopactie van Berghuis, ontstaat dan wat ruimte om het te proberen. Zo'n ouderwetse zwammerbal door de handen, of langs de handen in ieder geval van Bizot. En Feyenoord, nou iets meer dan een kwartier. Op een onwaarschijnlijke wijze geholpen door Wuitens, die de bal zo in de voeten schuift van Berghuis. Berghuis heeft Toornstra niet nodig, doet het zelf. De bal wordt ook nog aangeraakt. Waardoor Bizot behoorlijk op het verkeerde been komt te staan. En dat ook waarschijnlijk niet al te harde rolletje van Berghuis hem toch te machtig is. Berghuis, die een verleden heeft. Rustig kan afwachten, stond helemaal vrij. Berghuis sluit aan. Berghuis met de demarrage en hier is de 4-0. Uitstekend gevoetbal door de uitblinker van vandaag, Steven Berghuis. Wat staat Toornstra daar in eerste instantie helemaal vrij? Kan Berghuis aansluiten? Die heeft bravoure en lef. Begint aan een dribbel. Goede voorzet. Vilena ook, hij helemaal vrij. Want Svensson gewoon staat te snurken. En die kan hem dan van dichtbij binnentikken. Zoals hij dat aan het begin van de wedstrijd ook al deed. Maar nu is het zijn doelpunt.